Bedenaars, boven 2 meter. En ook deze mannen zijn weg. En wie pakt hier de leiding? Wie komt hier als eerste voorbij de jurywagen? Als eerste voorbij de jurywagen. Staat er nog 500 meter. Op die tweede plaats. En een heel mooi gevecht daarachter. Op die derde, vierde, vijfde plaats. Geloof nog aan de leiding. Stand nummer 501. Heeft u vervolgd door Erwin Oma. Blijf op die derde plaats. 504. Van Eekstuur. Hij kan het natuurlijk wel proberen. Met stand nummer 8, Erwin Hoogman. Hij kruipt er eerst achter. Is er gauw, heel keurig uit je dat vallen. Is hij de klas? Want dat is het natuurlijk. Erwin Hoogman die hem ernaast zet. En inderdaad, aan de binnenzijde zet hij hem ernaast. En hij pakt hier zijn plaats. Erwin Hoogman, dat is de nieuwe leider in deze tweede maai. Natuurlijk, daar is hij weer. Het u deze Henrik is afgemaakt. Hij gaat zich er weer mee bemoeien. Hij probeert naar voren te komen. Nu nog rijden op die derde plaats. Maar dat duurt niet heel lang meer. Hij gaat naar de buitenzijde voorbij. Althans, hij probeert het. Maar Henk Stuur die heeft het niet zomaar gewonnen. Die biedt alles tegenstaan die er maar is. Maar hij moet het afleggen tegen die snelle Henrik is afgemaakt. Opgerukt naar die tweede plaats. En nog gaat hij natuurlijk een aanval doen. Op de eerste plaats van Erwin Hoogman. Heel strak sturen aan de binnenzijde, probeer je het af. Maar Erwin Hoogman, die behoudt nog steeds de eerste plaats. Die pakt weer de eerste plaats. En daar kan ook Erwin Hoogman niks aan houden. Hoe goed dat hij ook stuurt en hoe goed dat hij ook rijdt. En natuurlijk ook Julia Steen probeert weer naar voren op te rukken. Ook een man die al meestal van voren zit. Met daar nummer 522. Julia Steen. Nog steeds aan de leiding. Zijn om de dagveranderingen te brengen. Maar Henrik is afgemaakt, hij zal hier zomaar als eerste worden afgevlaagd in deze tweede baan, boven de 2 meter. Een heel mooi gevecht met startnummer 878, Erwin Hoogman, die als tweede baan afgevlaagd. Dan de 511 Henk Stuur en 542 Julia Steen, die hier die tweede plaats pakt.